gisteren hing alles nog scheef. De tong ligt dwars in zijn bek. Schuim bedruipt het ongeduld. De aarde schudt. Lijnrecht via omwegen eindigt het navelstaren. Dit is een van de vele schilderijen die wij Museum Belvedere in de collectie hebben van Fred Polak. We volgen hem al jaren. We kunnen wel zeggen dat we een representatief beeld van hem hier kunnen geven. Ik ben vaak op het atelier van Fred geweest. Ik heb veel met hem over zijn werk gesproken. Heb ooit ook een tekst in een boekje geschreven en op zijn verzoek zal ik een aantal fragmenten daaruit lezen. Fred Polak is geen schilder van de vlotte penseelveeg die met enkele handige bewegingen poneert of uitduidt, maar een kunstenaar die bedachtzaam formuleert, bouwt en zoekt naar juiste verhoudingen. Daarbij put hij er een breed, beeldend idioom dat reminisceert aan het werk van door hem bewonderde kunstenaars, maar omgeven is van een geheel eigen toon en dictie. In stilistisch opzicht sluit de beeldtaal van zijn schilderijen aan bij de naoorlogse abstractie en neofiguratieve kunst. Intrinsiek ligt ze verankerd binnen de traditie van het surrealisme. Polak's schilderijen worden beheerst door onbestemde monochrome vormen, lijnen en stippen die in directe of indirecte verbinding met elkaar staan. Afgesneden aan de randen van het beeldvlak wekken ze de nadrukkelijke suggestie deel uit te maken van een groter, kosmisch bestel. Als fragmenten lijken ze binnen de kaders van het zichtbare beeld samen te komen om een vluchtig evenwicht te bereiken. Binnen de relaties die de ongelijkwaardige beeldelementen aangaan, lijkt voortdurend sprake van elkaar aantrekken en elkaar afstoten. Het zijn vooral deze tegengestelde krachten die de beeldende spanning van Polak's schilderijen uitmaken. De mystieke geladenheid ervan ligt besloten in het vervreemdende karakter van de vormen, die in één en hetzelfde beeld zowel associaties op kunnen roepen aan mechanische constellaties als aan organische structuren. Zowel een behoefte verraden aan stringente geometrische ordening als aan ontregelende onvolkomenheden. Iets anders wat ik in de loop van de tijd ontdekt heb, is dat ik op een associatieve manier schilder. Daar bedoel ik mee dat iets in mijn omgeving mij prikkelt. Dat kan een voorwerp zijn, een gedachte, een foto. Eigenlijk kan het van alles zijn. En je zou kunnen zeggen dat je ratio dan even de kamer uitstuurt. En dat de emotie het belangrijkste onderdeel is binnen dit hele proces. De uiteenlopende identiteit van de afzonderlijke vormen wordt direct bepaald door de artistieke handeling. Deze kan variëren van het schilderen met acrylverf, het tekenen met oliewaskrijt, in beide gevallen uit de vrije hand of met behulp van tape, tot het boren van gaten. Afhankelijk daarvan ontstaat vormen met een zachte, onregelmatige of scherpe contour. Vormen met een relatief egale of geprononceerde textuur of zelfs negatief vormen. Bij deze boorgaten gaat het niet zozeer om de destructieve handeling op zich, als wel om de esthetische werking van het aangetaste oppervlak en de constructieve werking ervan binnen het schilderij. Wat ook belangrijk voor mij is een beeld maken dat voordien nog niet
bestond. Dat, naar, dat beeld, dat trek je als het ware naar buiten. Polak werkt nooit aan meerdere schilderijen tegelijk. Hij zet elk schilderij op aan de hand van één of enkele associatieve vormen en componeert volgens een proces dat het midden houdt tussen beredeneerd en intuïtief ordenen. Elke handeling en elke vorm roepen volgende op, tot de gewenste balans van tegendelen, van krachten en ontkrachten, is bereikt. De ontwikkeling van een schilderij verloopt echter zelden rechtlijnig, omdat de kunstenaar tussentijds voortdurend corrigeert, partijen wegschildert, afplakt of opnieuw opzet. De worsteling met vorm en verhouding om optimale zeggingskracht brengt hem vaak tot wanhoop. Ik weet, doe me niet, wat ik weg moet halen. Maar is de dramatische en vitale kracht van zijn kunstenaarschap. Ze confronteert hem met de menselijke beperkingen en emoties die diep in zijn ziel verborgen liggen. Telkens als het schilderij zijn sublieme synthese openbaart, weet Polak zich bevrijd van de onbenoembare complexen die zijn binnenwereld beheersen. De sporen ervan beklijven in raadselachtige, maar invoelbare beelden, waarin strakke, uitgezuiverde vormen en nuchtere geometrie zich moeten verstaan met onvolkomen vormen en grillige expressie. Beelden met een melancholieke sfeer, waarin het weerbarstige schilderproces bestormd ligt en zuivere emotie zich openbaart in de geheimtaal van de ziel. Op een bepaald moment dan stap ik daar als het ware uit en dan komt mijn kritisch ik tevoorschijn en dan krijg je een soort beoordeling, laat ik het staan of laat ik het niet staan. Ga ik ermee verder of veeg ik het weg? En dat is een voortdurend, ik zou bijna zeggen, innerlijke strijd, wat blijft bestaan en wat wordt weer met de kwast vernietigd. Maar ik krijg wel een innerlijke tweespraak. En het schilderij helpt me als het ware ook bij het creëren. Als ik lekker erin zit, dan vloeit dat samen. En dat is ook een kwestie van, durf je dat dan? Durf je daar, spring je in dat zwembad? Durf ik iets weg te halen of durf ik iets ook te laten staan? Want er is altijd een kritisch ik wat meekijkt. En dat is ook iets wat ik langzamerhand leer om dat de kamer uit te gooien. Ja. Dat kritische ik. Laat het maar komen. Dat is ook het associatieve wat ik ervaar binnen het
ja, de mogelijkheden die je hebt met verf, penseel, mes, potlood, noem maar op. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, je wordt weer kind en je speelt. Ik vind het ook een soort spelen. En ik vind het heerlijk om je op die manier te kunnen uiten. En ja, datgene wat naar boven komt, om dat dan ook maar te laten komen. Ja. En wat ik ook altijd doe is, ik draai het schilderij altijd om en om en om. Je hebt dus niet één kloppende compositie? Nee. Ik draai het voortdurend om en om. En ik vind het altijd heel boeiend. Iedere keer als je draait, krijg je een ander verhaal. Zitten dus in ieder van jouw werken eigenlijk vier verschillende verhalen? Ja, als je een doek van mij koopt, koop je er in wezen vier. Ja.